Waar we in de afgelopen video's zagen dat de Nederlandse Republiek tot grote bloei kwam in politiek en in economisch en in cultureel opzicht, ja, laat de titel van deze video al zien dat daar ja, langzaamaan toch een einde aan gaat komen. Er komt toenemende concurrentie vanuit omringende landen. En dat heeft ermee te maken met het feit dat na 1648 de situatie in de landen rondom de Republiek langzaamaan stabiliseert. 1648 is het jaar van de vrede van Münster, het einde van de 80-jarige oorlog, of die Nederlandse opstand. Spanje erkent uiteindelijk de Nederlandse Republiek. Maar uh, in het buitenland staat die vrede van Münster ook wel bekend als de vrede van Westfalen. Want uh, er wordt niet alleen vrede gesloten over dat conflict tussen uh, Spanje en de Republiek, maar ook over die dertigjarige oorlog. Er komt een einde aan die dertigjarige oorlog in dat Heilige Roomse Rijk. En ja, dat zorgt voor heel veel uh, rust weer in dat, uh, in dat rijk en ook in andere landen, waardoor die zich ook weer meer op uh, de economie en dergelijke kunnen gaan concentreren. Ja, en we hadden in een eerdere video ook al gezien dat er ook onrust was in Engeland. Hè, burgeroorlogen tussen aan de ene kant uh, die heel erg katholieke uh, Koning Jacobus I. De nou, ja, en uh, deze man die we hier zien, Oliver Cromwell, die leidt eigenlijk uh, de, 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 de fractie tegen de koning. En die weet ook uh, uiteindelijk de macht te grijpen. Hij wordt Lord Protector van Engeland. En daarmee komt er ook een einde aan de burgeroorlog in Engeland. Ja, en als hij uiteindelijk sterft en zijn zoon het overneemt, dan is ook wel heel snel weer Engeland een monarchie geworden. Hè. Dan komt koning Jacobus II aan de macht en dan doen ze nog allemaal dingen met dat lichaam van die Oliver Cromwell. Die graven ze op en die gaan ze na zijn dood nog eens een keer executeren. Bizar verhaal. Maar in ieder geval die tien jaar ongeveer dat hij aan de macht is in Engeland, zorgt hij wel ervoor dat Engeland weer stabiliseert. En uh, ja, dat is geen goed nieuws voor de republiek. Zullen we dadelijk ook gaan zien. Ja, en in Frankrijk, het land hebben we ook al eerder gezien, daar waren veel adellijke opstanden. Dat gebeurde toen deze man hier, Lodewijk XIV, nog een kleine jongen was. En hij wist één ding, als ik later groot ben en echt zelf kan gaan regeren als koning, dan wil ik in ieder geval die adel onder controle houden. En hij gaat als een absolute vorst regeren. Ja, en daardoor zorgde voor heel veel rust en stabiliteit in Frankrijk. Nou ja, en dit alles is dus geen goed nieuws voor de Republiek. Want we zien dan dat Engeland en Frankrijk een beleid van zogenaamde mercantilisme gaan voeren. En mercantilisme wil eigenlijk niks anders zeggen als dat je eigen economie heel erg probeert te beschermen door het nemen van allerlei maatregelen. En het heeft eigenlijk tot doel om zoveel mogelijk geld in je eigen land te houden. Hè? Dus, dus inwoners van jouw land die moeten zoveel mogelijk uh, producten uit het eigen land kopen en zo min mogelijk producten uit het buitenland. En ja, Engeland ging een mercantilistisch beleid voeren dat ook echt specifiek gericht was tegen de republiek. Daar werden de zogenaamde Acts of Navigation aangenomen, een aantal wetten die bepaalden dat uh, schepen in Engelse havens alleen nog Engelse schepen mochten zijn, of dat dat schepen waren uit uh, het land waar ook de goederen vandaan kwamen die op dat schip opgeslagen waren. Ja, het stond er wel niet met zoveel woorden, maar dit was dus echt gericht tegen de Republiek. Want denk even terug aan uh, de belangrijke positie die de Republiek innam in die Europese tussenhandel. Hè. Dus, dus van uh, punt A naar punt B varen en, en daar ook goederen ophalen die we er ergens anders verkopen en zo. Nou ja, dat konden ze nu dus niet meer doen. Want Nederlandse schepen mochten alleen nog maar Nederlandse producten verkopen in die Engelse havens. Ja, de republiek was er niet mee eens. Er zijn ook twee oorlogen om uitgevochten tegen Engeland, de Engelse Zeeoorlogen. Uh, wisselend succes, maar goed, uiteindelijk werd die Navigation Acts ingetrokken en later weer ingevoerd. Het was in ieder geval duidelijk: de republiek moest echt rekening gaan houden met Engeland. Ja, en de republiek moest met die komst van die absolute koning Lodewijk XIV ook echt rekening gaan houden met Frankrijk. Want Frankrijk ging de importtarieven flink verhogen. Op producten die toevalligerwijs ook heel vaak door Nederlandse handelaren in Frankrijk werden verkocht. Bijvoorbeeld suiker, textiel, haring of dat Delfts aardewerk dat je hier ziet. En het mercantilisme van Engeland en Frankrijk, dat werkte ook nog eens, want de handel van de republiek die had er heel erg onder te lijden. Ja, en dat was natuurlijk ook een kwalijke zaak voor de portemonnee van die kooplieden regenten. En die regenten gingen er dan ook alles aan doen om hun macht veilig te stellen. En dat had dan weer zijn weerslag zowel op de economie als op de politiek. Eerst eens naar die economie kijken. Want wat die regenten gingen doen ja, was minder investeren. Hè. Ze trokken zich terug uit de handel van de republiek, want die leverde steeds minder op. En in plaats daarvan gingen ze juist meer investeren, of in ieder geval geld uitlenen, aan uh, buitenlandse handelaren. Want ja, daar was heel veel geld mee te verdienen, hè, de rente die ze daar dan weer op kregen. Maar dit had dus wel tot gevolg dat uh, de innovatie in de republiek ja, dat die enorm afnam. Hè? Dus die, die droogmakerijen bijvoorbeeld en die investeringen in nieuwe gewassen, die we in de vorige video ook zagen. Ja, dat kon alleen maar dankzij het geld van die regenten. En doordat zij dat nu niet meer gingen doen, zie je dus dat die innovatie enorm afneemt. Maar zoals gezegd. Ook op politiek gebied probeerden dirigenten hun macht veilig te stellen. Want uh, wat je zag was dat ze eigenlijk de uh, bestuursfuncties nog veel meer in een kleine kring met elkaar gingen verdelen. En daardoor vond er zogenaamde oligarchisering plaats. En oligarchisering wil zeggen dat de macht echt in handen komt te liggen van een oligarchie, een hele kleine groep families. En doordat die regenten dit deden, ja, kwam de verhouding met de rest van de bevolking wel steeds meer op scherp te staan. Hè, met het gemeen bijvoorbeeld. Want die acties van die regenten leidden tot onvrede bij dat gemeen. Want dat had sowieso al minder geprofiteerd van die relatieve welvaart die er was in de gouden eeuw. Ja, en door de toenemende concurrentie vanuit het buitenland en door dat gedrag van die regenten worden de tegenstellingen die er al waren alleen maar verder uitvergroot. Want zo ging dat gemeen, ja, dat, dat werd steeds meer oranje-gezind. En dat slaat dus op het feit dat ze achter de stadhouders van Oranje gingen staan. En die stadhouder die is in de ogen van het grootste deel van de bevolking dus ook belangrijk om de staat en het leger te leiden. Ze wilden dus ook meer nationale eenheid misschien wel. En die stadhouder moest meer, ja, bijna een soort koning misschien wel worden. En om die nationale eenheid te bevorderen. Vonden veel mensen binnen het gemeen ook dat uh, de Staten-generaal het laatste woord zou moeten hebben. Daar zou de hoogste macht moeten liggen, de soevereiniteit. Dus niet meer op gewestelijk niveau, zoals de staatsgezinde regenten dat het liefst zouden willen hebben. Zij vonden juist dat de stadhouder te veel macht naar zich toe wilde trekken. Hè, dus ze zagen juist er een gevaar in als hij zich als een soort koning zou gaan gedragen. En zij vonden dan dus ook dat de soevereiniteit echt bij ieder afzonderlijk gewest moest blijven liggen. Ja, en al deze ontwikkelingen, dus de toenemende concurrentie en dus de, de, de relatieve achterstand of verminderde groei van de welvaart die de Republiek krijgt. En de tegenstelling hier tussen de Oranje en de Prinsgezinden, tussen het gemeen en de regenten. Ja, die krijgen eigenlijk een uh, climax in het jaar 1672, het rampjaar. En dat staat in de laatste video centraal.